Team en we zijn vandaag bij Dominique. Yeah. Dominique, wat fijn dat we hier mogen zijn. We zijn bij jou in de winkel. Ik denk dat het al te zien is, een bloemenwinkel. En dit is jouw trots. Absoluut, absoluut. Hoe lang zit je al in deze prachtige locatie? Ik ben begonnen in november 2020, midden in coronatijd. Ja. Ik dacht, slechter kan het niet worden. Laat ik mijn droom volgen. Ik ga starten. En kwam terecht in deze ontzettend mooie schuur. En inmiddels is het al maart 2023. Ja. En ik zit er nog steeds. En wat is het prachtig. Ja, ik ben echt heel blij. Ja, je gaat er helemaal van stralen. Ja. We gaan dit interview gaan we het hebben over jou. En inderdaad over het volgen van jouw droom. En nou ja, we staan letterlijk in jouw droom. Dus hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat? Neem mij eens heel even mee. Zijn bloemen altijd jouw passie geweest? Eigenlijk wel. Oké. Ik was een heel klein meisje op de lagere school. En in groep, of tenminste, toen was het nog de klas. Klas 5, klas 6. Dan gaan ze vragen naar welke school wil je en wat wil je laten worden. Ik heb altijd gezegd, ik wil graag een bloemenmeisje worden. Ja. Dus ik was uiteindelijk 21 en begon mijn droom ook echt werkelijkheid te laten worden. Dus ik heb toen een bloemenwinkel gehad op de Turfkade in Brielle. Oké. En dat heb ik een aantal jaren mogen doen met heel veel plezier. En dus daar is het eigenlijk begonnen op de lagere school. Ja. En, ben je opgegroeid in Brielle? Ik ben geboren in Spijkenisse. Ja. En toen ik een jaar of 7 was, toen zijn mijn ouders verhuisd naar Brielle. Dus eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Hier zo. Ik denk, er komt nog een hele omweg. Nee, eigenlijk niet. Dus opgegroeid in Brielle en eigenlijk van jongs af aan geweten, ik ga iets met bloemen doen. En op je 21ste, was je toen eigenaar van die bloemenwinkel? Ja. Wauw. Ja, vond ik ook echt heel leuk. Ja, dat is echt ook gewoon je hart volgen, gaan. Ja. De mogelijkheid was er. Beren op de weg, die zie je dan eigenlijk niet. Alleen maar de leuke dingen. Ja. Dus doen. Waren de beren op de weg, achteraf, als je terugkijkt? Het is maar net hoe groot je soms de dingen zelf maakt. Dus ik ben er wel na 5 jaar mee gestopt. Ik heb heel groot 5 jaar Bloeminique heette het toen gevierd. En er kwam veel concurrentie daar. We gingen natuurlijk van de gulden naar de euro. Dat was allemaal in die periode. Ja. En ik dacht toen bij mezelf, ik ben nog eigenlijk wel jong. Als ik nog wat anders wil, dan moet ik het nu doen. Dus dat heb ik toen gedaan en ben toen naar kantoor gegaan. Financiële administratie, heel wat anders. Maar hoe loopt dat dan? Want je hebt een bloemenwinkel op dat moment. Het ging wat minder door de omstandigheden die je dan net noemt. En moet je dan bewust een besluit nemen? Dat je denkt, dit gaat zo niet langer. Dus ik moet een besluit nemen. Of was het ook een samenloop van omstandigheden? Nou, het begint met een samenloop van omstandigheden. Ja. Van, je ziet dat de dingen wat minder worden. Het plezier gaat daardoor eruit. De concurrentie werd heel groot. De euro kwam in het spel. Ik was heel jong. Ja. Dus ik dacht van, wat ga je doen? En toen ben ik bij de boekhouder geweest. En toen werd het wel duidelijk. Toen heb ik het hardop gezegd. Van dan moet ik ermee stoppen. Dus met pijn in mijn hart heb ik wel toen de deur dicht gedaan. Maar wel met een gevoel dat ik dacht dat het goed was voor dat moment. Ja. Absoluut, okay. Financiële administratie ingegaan, dus gewoon echt het bedrijfsleven. Ja. Ben je dat binnen of buiten Brielle gaan doen? Buiten Brielle. Oké. Ik ben via allemaal omwegen uiteindelijk in Rijswijk terechtgekomen bij een vastgoedorganisatie. Waar ik uiteindelijk nog 10 jaar gewerkt heb. Dus dat was eigenlijk de laatste werkgever die en ik hoe, had. En hoe heb je die 10 jaar gewerkt daar? Dus is dat altijd met weemoed terug naar die winkel op de Turfkade? Of eigenlijk gewoon blik op vooruit, dit is wat ik aan het doen ben en alles wat er dan op je pad komt? Ik ben begonnen inderdaad met van ik zie wel waar ik terecht kom, wat ik ga doen. Uiteindelijk kwam ik dus terecht in de financiële sector. Heb ik ook allemaal studies gedaan en opleidingen. En van het ene financiële baantje in het andere financiële baantje. En altijd nog wel van, het is goed wat de keuze is geweest om de deur dicht te doen. En
wie weet wat dit me allemaal Misschien brengt. Misschien ook wel met alle financiële kennis die je daarna hebt opgedaan. Ja, ja. Voor nu is het toevallig echt heel erg gunstig. Want ja ik heb geen accountant nu nodig. Je doet dat het dus allemaal zelf. Ja, klopt. Want als we dan een sprong in de tijd maken naar november 2020. Hoe? Ja, nou, ja. Ik had in februari 2020 mijn baan op kantoor opgezegd. Ik zat er niet meer op mijn plek. Ik dat is letterlijk een maand voor corona. Ja, dat wist ik toen nee, nog dat wist niet, niemand. Zeg maar. Dus ik zat ineens toch een soort van echt wel thuis. En heb bij mezelf bedacht, ik kan het zwaar inzien, maar kan ook denken, ik neem gewoon een sabbatical. De wereld staat op zijn kop, ik zie wel wat er gaat komen. Het heeft me heel veel tijd gegeven en mooi weer om zeg maar rustig na te denken over wat wil ik en hoe ga ik dat straks doen. En op een gegeven moment, na zoveel tijd, moet je toch wel weer wat geld verdienen. Dus ik ben heel even bij een bloemenwinkel gaan werken en ik dacht bij mezelf, ik vind het werk echt fantastisch. Ja. Alleen de winkel past mij niet. En wat is dat dan? Wat vind ik namelijk een hele specifieke uitspraak. Wat past er dan niet? De winkel, het was een grote winkel. Dus het was een beetje de massaproductie en dat soort dingen. En dat is nou niet iets wat bij mij past. Ik wil graag de tijd nemen voor mijn klanten. Ik wil het gesprek aangaan. Ik wil luisteren wat je te vertellen hebt. En nou goed, dat ging daar gewoon niet. Het was echt een beetje... Mensen komen bloemen halen en pakken die en gaan door. Ja. Functioneel en, bloemen halen. Juist. Nou, dus dat past mij niet, zeg maar. Dus ik heb daar gezegd dat ik er weer mee ging stoppen. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk vind ik het werk zo verschrikkelijk leuk. Ja. Ik wil het gewoon weer op gaan pakken. Ja. En wat is toen de actie geweest die erin zat? Nou, ik ben naar de Kamer van Koophandel gefietst. Het was mooi weer en ik had de tijd. Dus ik was op mijn fiets vanuit de Bril naar Rotterdam. Ja, op de fiets en me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Heerlijk moment. En, fantastisch. Ja. En heb me ingeschreven als zijnde, ik ga workshops weer geven. Dat deed ik vroeger ook. Ik denk, ga ik dat weer leuk opstarten. En op een gegeven moment was ik daarmee gestart. En toen dacht ik, ja, maar als ik dit doe, dan hoort er gewoon een winkel bij voor mij. Mm-hmm. Net zoals vroeger, zeg maar, 20 jaar geleden. Dus toen heb ik eigenlijk heel snel heb ik besloten dat ik toch graag een winkel weer wilde. En toen ging de zoektocht starten naar een locatie, zeg maar. Dus, stond dit vrij? Dit is de oude groentewinkel van Poldervaart geweest. Zij zijn 5, 6 jaar geleden gestopt. Ja. Hebben de schuur heel leuk omgebouwd naar gewoon een soort van thuis. Zo'n soort mancave, zeg maar. Ja. Dus het zag er onwijs leuk uit. En ze deden er zelf niet heel veel mee in ieder geval. Niet iets commercieels in ieder geval. Dus ik was op zoek naar een plekje en Jolande die zei van, nou, wij hebben nog wel een leuke schuur. Ja. En zo is het gekomen en zo is het gegaan. Zo is het gegaan. Ja, want dat is eigenlijk het verhaal in de lijn der tijd. Wat zo bijzonder is, en dat is even vanuit mijn kant, is dat jij eigenlijk heinde en verre beroemd bent. Oh. Ja, zo ervaar ik het echt wel. Om die persoonlijke touch. Daarom vroeg ik net even, wat staat je dan tegen in dat eventjes, om in zo'n bloemenwinkel te zijn? Ja. En dan zeg je, ja, ik wil persoonlijk contact. Maar dat maakt volgens mij de sleutel tot jouw succes. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, is echt zo. Want ik ben geen brillenaar. Maar een beetje uit je omgeving. Maar toch hoor je overal, ik heb bloemen gehaald. En altijd met dat persoonlijke verhaal. En dat vind ik dus echt je kracht. Dus ik denk dat dat zeker is gelukt. Dat is dan vanuit mij. Ja. Dan blijf ik door. Ja, dat zou ik zeker doen. Wat is even gewoon zo uit het blote hoofd? Het hoogtepunt vanaf november 2020, laten we het dan even nemen en het hier zitten. Nou ja, de deur openen op 2020 in 2020 was natuurlijk best wel ook wel een ding. Want ik wist eigenlijk niet zo goed hoe en wat. Dus en als ik dan zie hoe het dan nu gaat, denk ik van dat was toch echt wel toch een goede beslissing. Ja. Maar ik denk dat stiekem het hoogste puntje toch wel is dat ik vorig jaar 24 maart
bloemen mocht maken ter versiering van de Catharijnenkerk, omdat onze koning Willem-Alexander een bezoek bracht. Ja. En dat vond ik toch wel heel leuk. Ik had de opdracht al binnen, ja, voordat ik hoorde dat die zou komen. Ja, want neem ons daar even in mee. Want dat wist ik natuurlijk wel. Niet op het je hoogtepunt wel, maar wel vorig jaar, hè, bij de opening van 450 jaar vrijheid voor Brielen, is koning Willem-Alexander gekomen en het hele officiële gedeelte was in de Catharijnenkerk. Klopt. En ieder bloemetje wat we daarvan hebben gezien... Dat kwam bij bloemmomenten vandaan. Maar hoe werkt dat? Nou ja, goed. Door de contacten die je dus hebt, zeg maar, binnen het jaren wonen. Ja. Maar ook binnen de gemeente Brielen. Ja. Het werken, het netwerken. Bloeminiek van vroeger, zeg maar, de bloemenwinkel, die heeft ook toch wel nog iets achtergelaten bij de mensen. Mooi. Heb ik uiteindelijk op deze opdracht gegund gekregen, zeg maar. En... goed, het ging allemaal natuurlijk heel officieel. We hebben echt wel helemaal zitten bedenken van hoe en wat. En wat voor kleurtjes en dergelijke. En met wie doe je dat? Want dat is leuk. We? Wie is we? Oh ja, in dit geval was het Machteld van de gemeente Brielen. Zij was een van de coördinatoren van het project Doe Open de Poort. Dus het 450 jaar, de opening van 450 jaar vrijheid. En zij kent mij, dus zij weet wat ik kan en wat ik doe. En goed, zij heeft mij dat dus gegund. Ja. En dan samen bekijken eigenlijk hoe of wat. En komt daar dan nog een officiële commissie ter goedkeuring? Of is het gewoon... Nou, dat heeft zij allemaal wel moeten bespreken. Ja, precies. Dus uiteindelijk zij koppelt dat terug. Ja, ik heb het met haar helemaal besproken. We hebben foto's gemaakt, we hebben ideeën, plannen. Ja. Zij wist het waarschijnlijk wel dat dan we hoog bezoek zouden krijgen. Ik wist dat natuurlijk niet. Okay. Dus uiteindelijk hebben we de dingen allemaal besproken. En nou goed, sommige dingen moesten we een beetje veranderen achteraf. Omdat dat toch niet allemaal ging met beeldcamera's en weet ik voor wat allemaal. Het is echt heel groots geweest. Ja, het was echt een hele grote happening, zeg maar. En dan lig je s'avonds in je bed op 24 maart. En dan... Hoe was dat? Nou, ik was echt heel blij dat het voorbij allemaal was. Gedaan was. Dus de dag ervoor hebben we alles, zeg maar, helemaal klaargemaakt, klaargezet. Heel veel hulp gehad van hele lieve mensen om mij heen. Ja. En we hadden het allemaal goed gepland, dus we hadden geen stress. En 24 maart, toen heb ik wel op een gegeven moment eventjes stiekem online gekeken hoe het was, zeg maar. Want dat vond ik dan wel spannend. En 's morgens was ik ook nog even een rondje door de kerk gegaan om te kijken of alles nog stond zoals we het de avond ervoor hadden achtergelaten. En toen dacht ik 24 maart, nou neem ik een bakje thee, het is klaar, door met het gewone leven. En toen belde de krant. Ja. En toen ging alles weer helemaal opnieuw. Dus dat vond ik eigenlijk nog wel een leuk cadeautje, zeg maar, achteraf gezien. Ja, mooi. Dus, Als we het hebben over hoogtepunten, zoom ik toch ook met dezelfde liefde in op eventuele dieptepunten. Ja. Zijn die er? Nou, ik dacht, die vraag zou ook wel komen. Dus ik heb er stiekem een beetje over nagedacht. Maar ik heb ze eigenlijk niet. Nee. En als ze er misschien wel zijn, dan ervaar ik het niet als dieptepunt misschien, maar als een leermoment. Maar ik kan je niet echt een concreet voorbeeld geven, want want dat is, ik ga helemaal mee in wat je zegt en dat is super fijn. Hoe kom jij zo van binnenuit? Want dit is namelijk een kernwaarde, vind ik, bij iemand. Je hebt het over beren op de weg, ze zullen er geweest zijn, maar ik heb ze niet gezien toen. Het lijkt alsof je het leven neemt zoals het komt. Ja. Maar komt dat door je opvoeding? Is dat iets wat je jezelf eigen hebt gemaakt? Nee. Waar zit dat in? Ik denk wel dat dat door thuis komt, inderdaad. Dat het een stukje basis is die we thuis hebben gekregen. Ja. Wat is de achtergrond van je ouders? Mijn moeder die is lerares geweest op de basisschool altijd. Okay. En mijn vader die heeft in drukkerij gewerkt. Okay. Dus, mooi. Dus dat. Dus, nou ja, maar goed, zij zijn wel heel positieve mensen. Zien ondernemend? Ook, het zijn niet de muurbloempjes, zeg maar. Die, nee. Nee, zeker niet. Een groot sociaal netwerk. Voor anderen klaarstaan, luisterend oor zijn. En inderdaad, probeer de positieve dingen te zien
van het leven. Oh, ja. We hebben bezoek. We hebben bezoek. Oké, okay, daar was ik even benieuwd naar. Want inderdaad, het feit dat je zegt er zijn geen dieptepunten, in, dat is super fijn. Want dat betekent dat je elke dag met plezier je werk doet. wat ik ook heel mooi vond, is er is geen klok in deze winkel. Ja, en dan klopt. Zou je kunnen zeggen nee, maar daar zit nog wel een filosofie achter. Klopt ook. Zou je die nog even willen delen? Ja. Ja, vroeg ik wil graag een klok om de tijd een beetje in te gaan. Vond ik handig. Toen zei ik, dat heb ik niet en dat heb ik heel bewust niet. Nee. Want ik wil namelijk de tijd nemen voor dat wat komt. Dus de winkel gaat altijd open om 10:00 's morgens. Die sluit om 4:30 of zoveel eerder als later als wenselijk is. Maar ik zorg ervoor dat voordat de deur open gaat mijn bestellingen af zijn. Zodat ik de tijd heb zonder op de klok te kijken en stress heb van... ik moet dat allemaal nog doen, maar ik neem de tijd voor dat wat komt. Ja, zou dat ook, want een van de kenmerken voor ons, voor dit programma is hè, Follow Your Dream. Dus we laten zien wat er gebeurt als je je droom achterna gaat. Dan vraag ik ook altijd wel, wat zou je mee willen geven aan andere mensen? Zit dat daar ook een beetje in? Ja, niet hang geen klok op. Nee, nee want soms is de tijd toch best toch belangrijk handig, in de gaten te houden, inderdaad. Maar... ja, nou wat ik heel erg zou mee willen geven is volg echt je hart. Want je hart weet echt wel wat je wil en wat bij je past. Ik zat op kantoor, ik was er eigenlijk niet zo... Ik zat daar niet meer op mijn plek. Ja. Ik heb ook opgezegd, zeg, ik wil hier niet meer zijn. Ik hoor hier niet meer. En wat ik wel wil doen, weet ik niet zo goed. Maar mijn hartje zegt dat ik hier in ieder geval niet meer... Is het belangrijk dat je dan mensen om je heen hebt? Of zeg jij, nou, ja maar nee? Nou ja, het is altijd wel handig om mensen om je heen. Het is heel fijn. Ja. Want dan kan je ook inderdaad af en toe een beetje sparren. En soms kan je tips krijgen. Soms krijg je tips waar je wat mee doet. Soms niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat jij bent zelf degene die die stap neemt. En ik heb altijd vertrouwen gehad in dat het goed komt. En hoe het goed komt, dat weet ik niet. Maar dat het goed komt... Ja, omdat je dicht bij jezelf blijft. En als je dat een beetje kan delen met de mensen om je heen, is dat heel fijn. Ja. Maar jij bent wel degene die zelf die keuzes maakt en zelf die stappen kan zetten. Ja. Dus. Nou, hartstikke mooi. Als we nog even kijken naar de winkel. Jij zegt, voordat je open gaat, heb je de bestellingen zeg maar af. Ik denk aan een bruiloft. Gewoon lekker, lekker simpel. Ja. Ik denk aan een bezorging bij een bedrijf. Ja. Zijn helemaal dan... goed. Ja, dat doen we allemaal. Allemaal. Straks in de maand mei zitten we alweer helemaal lekker vol met allemaal leuke bruidsparen. Dus dat is wel echt superleuk. Bedrijfsabonnementen. Ja, doe je ook hè? Ja, ik ook. En wat ik heel erg promote is ook, als je bij mij in de winkel je bloemetjes voor jezelf komt halen, neem lekker je vaas mee. Ja, dat vind ik toch zo leuk. En dan vul je hier ja, de vaas. Ja, dan vul ik gelijk de vaas. Hoef je thuis niet meer moeilijk te doen. Met schuin afsnijden en al dat soort dingen. Dat heb ik dan allemaal lekker voor je gedaan. En doe je nog veel workshops? Daar workshops. Waar je zeg maar mee begonnen bent om weer te starten. Ja. Doe je dat nu nog? Ik doe ze wel. Ze zijn er misschien iets minder dan had ik gedacht in het begin, zeg maar. Omdat, weet je, de bloemetjes, die moet ik toch 's morgens vroeg allemaal nog ophalen, weet je wel. Dus praktisch, het is wel, op een gegeven moment is je dag ook wel een klein beetje voorbij. Maar ik doe ze zeker weten wel. Ik heb nu net ook weer een aanvraag gekregen voor een vriendinnengroep. Leuk. Dus dan kijken we naar de mogelijkheden. Dus dat is hartstikke leuk. Dus zeker. Dus eigenlijk zouden we moeten zeggen, ze moeten jou gewoon lekker bellen. Ja, en leuk. En langskomen. Altijd welkom. En dan is er altijd een mouw aan te passen. Altijd. Waar, altijd. Met alles. Zeker doen. Dankjewel voor je tijd en voor je mooie verhaal. Nou, jij ook. Bedankt. Ik vond het superleuk. Graag gedaan. Dit was Nathalie Lemmer samen met Dominique bij Bloemmomenten. Hier in Vierpolders.